de nacht van 29 op 30 mei 2005, nu anderhalf jaar geleden, verdween hier op Aruba de Amerikaanse scholiere Natalie Holloway. Het was een gebeurtenis die leidde tot een ongekende stortvloed van internationale media-aandacht. Grootscheepse zoekacties waarbij speurhonden, helikopters en zelfs F-16's werden ingezet. Een meer werd leeggepompt. 10 verdachten werden aangehouden, maar ook weer op vrije voeten gesteld. De zaak leidde zelfs tot een serieuze toeristenboycott van Aruba in de Verenigde Staten. Je zou daarom zeggen, alles in dit schijnbaar onoplosbare verdwijningsmysterie is inmiddels onderzocht en genoegzaam bekend. Dus wat doe ik hier eigenlijk nog? Nou, ik kan u vertellen, niet alles is bekend. En alles is misschien wel onderzocht, maar wat u niet weet is dat er tijdens het onderzoek merkwaardige, schokkende, soms onbegrijpelijke dingen zijn voorgevallen die een ander licht op de zaak werpen. Kijkt u naar het nooit eerder vertelde verhaal achter een van de grootste verdwijningsmysteries van de afgelopen decennia. Het is zondag 29 mei 2005, rond 10 uur 's avonds, als de 17-jarige Joran van der Sloot in het Excelsior Casino van het Holiday Inn Hotel Natalie Holloway tegen het lijf loopt. Joran heeft die avond samen met zijn vader poker gespeeld en hangt nu alleen wat rond bij de blackjack-tafel. Hij woont op Aruba en zijn vader, een rechter in opleiding, is inmiddels naar huis gegaan. Zijn moeder is op familiebezoek in Nederland. Bij de blackjack-tafel raakt Joran in gesprek met een stel Amerikaanse vriendinnen. Ze zijn voor een korte vakantie met een schoolklas naar het eiland gekomen en logeren in het Holiday Inn Hotel. Een van de meisjes is de 18-jarige Natalie Holloway uit Alabama. Hij had haar al eerder in de week in het uitgaansleven gezien en de twee flirten een beetje. Dit zijn originele bewakingsvideo-opnamen van die bewuste blackjack-tafel. Dit is Joran en dit is Natalie. Joran helpt de meisjes met blackjack en op hun beurt vragen de meisjes aan Joran of hij zin heeft om later die avond naar de populaire disco Carlos & Charlie's te gaan. Het is hun laatste avond op het eiland. Ze zullen morgen terugvliegen naar Amerika. Bij het weglopen praat Joran kort met Natalie. Ze zegt dat ze nog even gaat douchen op haar hotelkamer en spreekt met hem af dat ze elkaar die avond in de disco weer zullen zien. Joran belt dan, terwijl hij naar buiten loopt, eerst zijn vader en vraagt of hij hem om 11 uur wil oppikken bij McDonald's. Daarna belt hij zijn vriend Deepak Kalpu, een Surinaamse jongen. Ze spreken af dat Deepak hem thuis met zijn auto zal ophalen. Op de afgesproken tijd haalt Jorans vader hem op bij de McDonald's en samen rijden ze naar huis waar Joran een soort appartementje in de tuin bewoont. Rond middernacht staat Deepak met zijn zilvergrijze Honda, dat is deze auto, voor de deur. Deepaks broertje Satish is er ook bij. Met z'n drieën gaan ze naar Carlos & Charlie's. Joran heeft zijn vader niet verteld dat ze naar de disco gaan. Het is al laat en de volgende morgen moet hij gewoon naar school. Een kwartiertje later komt de drietal aan. Ze gaan zonder betalen naar binnen op Jorans VIP-pas. Hij komt hier soms wel 3 keer per week. Direct bij binnenkomst wordt Joran naar zijn zeggen begroet door een van de Amerikaanse meisjes uit het casino. Op een podium staat Natalie Holloway te dansen en ze wenkt Joran om mee te doen. Maar Joran gaat er niet op in, bestelt drank aan de bar en loopt terug naar de dansvloer. Dan komt Natalie naar hem toe. Joran merkt dat ze al aangeschoten is en het meisje troont hem mee naar de bar. Dit is een foto van Joran in deze discotheek. En dit is Natalie, die bewuste avond. Het is haar laatste foto. Volgens Joran vraagt Natalie hem om een body of belly shot te nemen. Ze gaat op de bar liggen en Joran drinkt dan een glaasje sterke drank uit haar navel. Rond
Rond sluitingstijd loopt ze mee naar buiten. Volgens Joran is Natalie op dit moment behoorlijk aangeschoten. Satish loopt ook mee. Deepak staat al een poosje bij zijn auto te wachten. Dan pakt Natalie Jorans hand en vraagt hem of ze mee mag naar zijn huis. Natalie roept tegen haar vriendinnen dat ze met Joran meegaat en dat ze later die nacht zelf wel terug naar het hotel zal komen. Het viertal stapt in de auto. De Honda van Deepak rijdt weg bij de disco. Joran en Natalie zitten achterin en beginnen te zoenen en een beetje te vrijen. Voorin zitten de twee broers. De ramen staan open en de muziek is aan. Als de auto langs de Amerikaanse schoolgenoten van Natalie rijdt, roepen die tot tweemaal toe dat ze moet uitstappen. Maar Natalie wil daar niets van weten. Een bewakingscamera van een winkel langs de weg legt vast dat de zilvergrijze Honda met de vier jongelui langs rijdt. De auto met het viertal verdwijnt in de nacht. De volgende ochtend, dat is in feite luttele uren later, maakt de groep Amerikaanse scholieren zich in het Holiday Inn Hotel op voor het vertrek naar huis. De vijfdaagse schoolreis zit erop en de groep moet naar het vliegveld. Er ontbreekt echter één studente. Dat is Natalie Holloway. Ze sliep hier in deze kamer op nummer 7114. En ze is die nacht niet teruggekomen van het uitstapje met de drie jongens. En tot op de dag van vandaag is ze spoorloos. De vermissing groeit uit tot een van de grootste verdwijningsmysteries van de afgelopen jaren. Vooral in Amerika beheerst de zaak maandenlang het nieuws. Natalie Holloway. What may be a dramatic turn in the case of Natalie Holloway? Moving on now to the investigation in Aruba, a painful milestone for the family of Natalie Holloway. Na 10 dagen worden Satish, Deepak en Joran als verdachten aangehouden. Joran is de hoofdverdachte. De drie ontkennen elke betrokkenheid bij de verdwijning. 2 weken later arresteert de politie ook nog Jorans vader, meester Paul van der Sloot. De verdenking tegen Jorans vader is dat hij heeft geholpen met het wegmaken van het lichaam en zijn positie als aankomend rechter heeft misbruikt door het politieonderzoek te frustreren. Hij zou zijn zoon en de twee vrienden hebben geïnstrueerd wat wel en wat niet te zeggen tijdens de verhoren. En er volgen meer arrestaties. In de loop van het onderzoek worden liefst 10 verdachten aangehouden. Naast de verhoren van alle verdachten in de zaak hebben de Arubaanse autoriteiten, ondersteund door Nederlandse politie en justitiediensten, talloze grootschalige zoekacties uitgevoerd. Maar naarmate de tijd verstrijkt, lijkt een oplossing steeds verder weg te raken. De verdachten komen 1 voor 1 weer op vrije voeten. Dat geldt ook voor Joran, Deepak, Satish en Jorans vader. Desondanks blijven de drie jongens officieel verdachten in de zaak. Joran reist direct naar Nederland en begint een HBO-opleiding in Arnhem. Vanavond wijden we deze hele uitzending van... Ten slotte besteedt Opsporing Verzocht in de zomer van 2006... een hele uitzending aan het mysterie. Ook die poging tot het vinden van nieuwe getuigen en aanwijzingen blijft vruchteloos. De zaak komt muurvast te zitten. In Nederland had Peter zich al op papier verdiept in de affaire, dossierstukken gelezen en contacten gelegd met betrokkenen. In de politieverhoren blijken opmerkelijke getuigenverklaringen te zitten die bij nadere bestudering wel degelijk belangrijke aanknopingspunten bieden.
De jongens zeggen in hun eerste verhoor dat ze met Natalie die nacht naar het strand zijn gereden en dat ze haar daarna keurig voor de deur van haar hotel, het Holiday Inn, hebben afgezet. Dit is hun verhaal. Onderweg zitten Joran en Natalie op de achterbank te vrijen. Dan vraagt Natalie aan Joran wie de twee donkere jongens voorin eigenlijk zijn. Ze vraagt hem plagend of het misschien zijn slaafjes zijn. Als Joran zegt dat dit niet zo is, vertelt Natalie dat haar familie in de VS vroeger wel slaven hield. Ze komt uit een rechtse familie, vertelt ze, en onderstreept dat met een nogal wrange grap dat haar moeder de zus van Hitler was. De rit gaat verder naar het noordpuntje van het eiland, de vuurtoren. Daar zouden haaien zwemmen, had Natalie gehoord, en het lijkt haar spannend om die vanaf het strand te bekijken. Maar onderweg valt het meisje een aantal maal half in slaap, aldus de verklaringen van de jongens. Aangekomen bij de vuurtoren schrikt ze wakker en zegt dat ze niet meer naar het strand wil. Ze vraagt Joran of ze terug naar het hotel gebracht kan worden. Deepak keert zijn auto en rijdt terug, vertellen de jongens eensgezind tijdens hun verhoor. Voor het Holiday Inn Hotel stopt Deepak op de linkerrijbaan die voor de lobby ligt. Joran verklaart tijdens een verhoor op 9 juni 2005 dan letterlijk: Natalie stapte uit de auto en ze viel op de grond. Ik stapte uit en hielp haar om op te staan. Nadat ik dit gedaan had, zei Natalie tegen mij om haar niet aan te raken en zij liep richting de lobby. Ik zag dat zij een pilaar aanraakte. We kusten niet en ik stapte weer in de auto. Hierna reden we naar huis. Deepak verklaart tijdens zijn verhoor, ook op 9 juni, over dit moment. Joran ging door hetzelfde portier naar buiten, alwaar zij was komen te vallen om haar overeind te helpen. Ik zag dat het meisje zich omkeerde en Joran tegen mijn auto duwde. Ik hoorde dat zij iets tegen Joran zei. Ik zag dat zij met één hand tegen een pilaar ging leunen. In de lobby zag ik een man die naar het meisje toeliep. Ik zag dat hij een radio in zijn linkerhand had. Het was een donkerkleurige man. De verklaringen bevatten op het eerste gezicht veel details die frappante overeenkomsten vertonen, waardoor het een geloofwaardig ooggetuigenverslag lijkt. En ook broer Satish komt met een soortgelijk verhaal. Natalie is dus keurig bij het hotel afgezet. Als dat klopt, zijn Joran en zijn vrienden onschuldig. Maar een dag later al rijst er twijfel, want de verklaringen stemmen bij nadere bestudering ook op enkele details juist niet overeen. En belangrijker nog, op de bewakingsvideo's van het hotel is niets te zien van het afzetten van Natalie. Bovendien weet niemand van de bewakers zich te herinneren dat Natalie is aangekomen die nacht. En inderdaad, het drietal heeft een volledig verzonnen en op elkaar afgestemde verklaring afgelegd. Eerst geven Deepak en Satish dat toe en daarna erkent ook Joran dat ze gelogen hebben. Uit angst voor de gevolgen, als zou blijken dat zij Natalie dus werkelijk als laatste hebben gezien, verklaart Joran hun daad. We waren gewoon bang en we hadden altijd gedacht dat ze in een paar dagen zou kunnen opduiken. Of dat ze in een paar dagen zou opduiken. En ja, het was gewoon... Ja, we waren gewoon niet gewoon bang en we dachten dat het allemaal goed zou aflopen. Maar de afgelegde verklaringen zijn wel het resultaat van diepgaand overleg tussen het drietal. Ze moeten de verzonnen gebeurtenis zeer goed met elkaar doorgesproken hebben. Een vooropgezet, bekokstoofd plan dus, waarbij bewust frappante details zijn bedacht die de verklaring extra geloofwaardig moesten maken. Het is dus niet zomaar een snel in elkaar gedraaide leugen. En bij nadere beschouwing kan er ook nog een diepere betekenis aan worden gegeven. Ja, want als je werkelijk onschuldig bent en echt niet weet wat er met Natalie is gebeurd, en zij dus elk moment weer gezond en wel kan opduiken,
ligt het natuurlijk niet erg voor de hand om dan glashard te beweren dat je haar hier bij het Holiday Inn Hotel hebt afgezet, terwijl dat helemaal niet zo is. Tenzij jij iets weet wat niemand dan nog weet. Bijvoorbeeld dat Natalie je niet meer als leugenaar kan ontmaskeren, omdat ze nooit meer terugkomt. In dat geval kan je zo'n leugen veilig vertellen en makkelijk volhouden. Ik noem dat leugenaarslogica en ben het al in heel veel misdaadzaken tegengekomen. Nadat Joran, Deepak en Satich hebben toegegeven dat ze Natalie helemaal niet bij het hotel hadden afgezet, vertellen ze een nieuw verhaal. Dit is het Holiday Inn Hotel waar Natalie logeerde. En hier ligt het Marriott Hotel. De jongens verklaren nu dat Joran en Natalie rond 2:50 die nacht, net voorbij het laatste hotel, zijn afgezet op het strand. Deepak en Satish rijden erop naar huis. Joran en Natalie lopen samen naar de zee. Joran krijgt naar zijn zeggen zand in zijn schoenen en trekt ze uit. Met zijn schoenen in de hand loopt hij verder met het meisje. Bij de waterlijn zoenen ze. Langs het water lopen de twee dan richting het Holiday Inn Hotel. Joran verklaart: onderweg daarnaartoe zei Natalie tegen mij dat ze niet naar het hotel wilde gaan, maar de andere richting. Toen draaiden wij ons om en liepen de andere kant op. Ze lopen dan terug richting het Marriott Hotel. Op deze plek gaan ze zitten en zoenen elkaar, zegt Joran. Even later staat Natalie weer op en vraagt aan Joran om nog een stukje terug te lopen naar de Fisherman's Huts, oude, leegstaande vissershuisjes een paar minuten verderop. Joran laat zijn schoenen achter op het strand voor het Marriott Hotel. Hij verklaart: wij hadden droogseks met elkaar gedaan. Ik lag op het strand en zij kwam op mij zitten en deed zij net of wij seks aan het doen waren. Daarna had Natalie haar hand in mijn broek gedaan en zij had mij gemasturbeerd. Joran verklaart verder dat hij op zijn beurt later Natalie ook masturbeert. Ze hebben geen gemeenschap, verklaart hij verder. Na een klein half uurtje stelt Joran voor om Natalie terug naar het hotel te brengen, zegt hij. Natalie antwoordde mij dat zij niet naar het hotel wou gaan, aldus Joran. Volgens Joran blijft hij aandringen. Hij zegt eerst dat hij dan alleen over het strand naar het hotel zou lopen. En als ze dan nog niet mee wil, tilt hij haar naar zijn zeggen zelfs op om haar naar het hotel te dragen. Natalie had mij gezegd om haar neer te zetten. Ik had het ook gedaan. Ik dacht bij mezelf dat het genoeg was en ik had Deepak opgebeld. Volgens Joran besluit hij dus noodgedwongen om de duidelijk aangeschoten Natalie alleen op het strand achter te laten en zelf naar huis te gaan. Hij belt zijn vriend Deepak. Het is dan ongeveer 3:00 s'nachts. Deepak zit op dat moment volgens Joran thuis achter zijn computer te chatten. Joran verklaart hierover letterlijk: ik had Deepak gezegd dat het meisje niet wilde luisteren en dat zij op het strand sliep. Ik vroeg Deepak of hij mij kon komen ophalen. Verder had Deepak mij gezegd dat hij direct mij zou komen ophalen. Joran loopt dan terug naar Natalie, die naar zijn zeggen op het strand ligt te slapen. Hij gaat een poosje naast haar liggen en rond 3:30 die nacht loopt Joran naar de Fisherman's Huts, waar Deepak met zijn auto net is gearriveerd. Hij verklaart: toen ik in de auto zat, heb ik Deepak gezegd dat het meisje op het strand lag en dat zij vervelend aan het doen was, want zij wou niet naar het hotel. En Joran verklaart tegenover de politie dat er nog meer besproken is tijdens die rit. Deepak had mij gezegd of ik met haar had geneukt. Ik antwoordde Deepak: nee,
want ik had geen condoom. Dan vervolgt Deepak volgens Juran met de volgende ietwat onsamenhangende passage. Toen heeft Deepak mij gezegd, fuck niet met die bitch, dat zij morgen haar toch op het strand zullen vinden. Onderweg meldt Juran, zo zegt hij, dat hij zijn schoenen op het strand heeft achtergelaten. Deepak zei tegen mij om mij geen zorgen te maken, want hij zou mijn schoenen morgen van mij gaan ophalen. Deepak en ik reden hierna naar huis. Juran is hier nadat hij Natalie had achtergelaten met de auto opgehaald door Deepak. Tenminste, dat beweert hij. En hier dient zich de volgende leugen aan. Want als Deepak wordt gehoord, ontkent deze ten stelligste dat hij Juran die nacht heeft opgehaald. Die bewuste autorit heeft helemaal nooit plaatsgevonden, zegt hij. En dus leggen de twee vrienden twee totaal verschillende verklaringen af. Er is maar één conclusie mogelijk. Eén van de twee staat hier keihard te liegen. Want op dit punt kun je je natuurlijk niet vergissen. En als je onschuldig bent en er helemaal niets gebeurd is, hoef je op dit punt uiteraard ook niet te jokken. Dus de vraag rijst, waarom moest er over de thuiskomst van Juran worden gelogen? En door wie? Nadat Deepak en zijn broertje Juran en Natalie hadden afgezet bij het strand in de buurt van het Marriott Hotel, rijden ze terug naar huis. Ik herinner me dat ik had gezien dat zij hand in hand wegliepen, verklaart Deepak tegen de recherche. Thuis aangekomen gaat Satish direct naar bed. Deepak zet de tv en de computer aan. Hij chat wat met een vriend en wacht naar zijn zeggen tot hij een levensteken van Juran krijgt. We doen dat altijd. Wanneer een van ons op straat is, blijven we afwachten. Het afwachten houdt in elkaar opbellen en zeggen dat alles goed is. Dan belt Juran hem rond 3 uur op. Volgens Deepak vertelt Juran dat hij met Natalie even in het water is geweest, dat ze op het strand in slaap was gevallen en dat hij nu alleen blootsvoets naar huis aan het lopen was. Ik werd op dat moment boos op Juran en had hem gevraagd waarom hij dat meisje op het strand had achtergelaten. Ik had hem gezegd dat ik op dat moment niet begreep waar hij het over had, maar dat als hij thuis is, hij mij dan moest opbellen, verklaart Deepak. Het gesprek wordt hier beëindigd. Deepak stuurt Juran nog een berichtje waarin hij uit bezorgdheid vraagt om zich even via de MSN te melden als hij inderdaad thuis is aangekomen. Naar zijn zeggen chat Deepak dan verder met een andere vriend en meldt dat hij nog even opblijft om te wachten tot Juran vanuit zijn huis een bevestiging stuurt dat hij veilig is aangekomen. Dan stuurt Juran, aldus Deepak, inderdaad een sms'je met zijn telefoon waarin hij zegt dat hij thuis is gekomen. Deepak verklaart verder, ik ging na een tijdje naar de wc. Bij mijn terugkomst zag ik dat Juran online was geweest. Hij had mij enkele berichten gestuurd. Deze waren, ik ben er al en bedankt voor het wachten. Ik zie je morgen. Helemaal geen autorit dus. Het is een verdachte, cruciale tegenstrijdigheid in de verklaring van de twee vrienden. Is er wat tussen Juran en Natalie gebeurd wat hij wil verdoezelen? En liegt hij daarom over de wijze waarop hij is thuisgekomen? Of hebben de twee jongens samen iets uitgespookt en hebben ze hun verklaringen weer niet goed op elkaar afgestemd? Rechercheonderzoek in Nederland naar de computer- en telefoongegevens van die nacht wijst erop dat Jorans verhaal niet klopt en dat Deepak waarschijnlijk de waarheid spreekt. Er is inderdaad ge-sms'd en gechat, precies zoals Deepak dat heeft verklaard. Dit is wat er uit onderzoek naar de computer- en telefoongegevens komt.
Om 3:15 sms't Joran met zijn telefoon naar Deepak, die hij ook wel Swa noemt. Hey Swa, ik ben nu thuis. Ik zie je morgen. Om 3:25 stuurt Deepak via MSN op zijn computer naar Joran. Anyways, fijn te horen dat je thuis bent. Ik zie je morgen. Ik ga slapen. Om 3:33 stuurt Joran een kort antwoord terug. Daarna bezoekt Joran thuis achter zijn computer nog enkele pornosites en downloadt hij 2 pornofilms. Zo wijst het onderzoek uit. Joran zit het ongeveer 4:30 achter zijn pc die nacht, terwijl hij 's morgens gewoon naar school moet. Jorans verhaal dat Deepak hem heeft opgehaald wordt hiermee ongeloofwaardig. Want waarom zou je een sms sturen dat je thuis bent gekomen aan degene die je notabene op dat moment pal voor de deur heeft afgezet? En om de verwarring compleet te maken verklaart Joran maanden later in een interview met Nova dat niet Deepak, maar diens broer Satish hem heeft opgehaald en thuisgebracht. Ze wou dus eigenlijk dat ik met haar bleef, maar ik had de volgende dag school en ik had haar verteld dat ik moest gaan. En uiteindelijk is het zo afgelopen dat ik een van mijn vrienden heb gebeld en die heeft me opgehaald. En ik ben ook gewoon naar huis gegaan toen, want ja. Wie heeft je opgehaald? De broer van Deepak, Satish. Het probleem van iemand die leugens vertelt is meestal zijn falende geheugen. De waarheid is makkelijker te onthouden. Al met al het schoolvoorbeeld van een rammelende, verdachte verklaring die in de media gek genoeg nauwelijks aandacht heeft gekregen. Wat ook nog steeds een raadsel is, zijn de schoenen van Joran. Hij is ze, naar zijn zeggen, op het strand vergeten. Maar hoe er later ook naar wordt gezocht, de witte gymschoenen van het merk K-Swiss duiken nooit meer op. Tijdens een confrontatie tussen Joran en Deepak over de tegenstrijdigheden in hun verhaal komt het dan zelfs tot keiharde beschuldigingen. Op 13 juni, 2 weken na de verdwijning, wordt Joran hierover nog eens aan de tand gevoeld. Het is eigenlijk een informeel gesprek tussen de voren in, waarvan wel dit proces verbaal wordt opgemaakt. Joran zegt nu: ik heb Deepak gebeld en hij is gekomen met 2 honden. Ik denk dat hij het meisje heeft verkracht en haar iets aangedaan heeft. Ik denk dat het dan naast de muur van de Fisherman's Huts is begraven. Verder weet ik het ook niet. Hoe dat dan precies is gebeurd en waar Joran op dat moment dan zelf was, zegt hij niet. Deepak op zijn beurt verklaart dan over Joran: ik denk dat hij haar heeft verkracht en bang is om dat nu te verklaren. Vermoord denk ik niet. Als jullie willen achterhalen wat er met het meisje is gebeurd en waar ze is, moeten jullie bij Joran van der Sloot zijn. Joran van der Sloot is een zieke persoon. De zeer opmerkelijke tegenstrijdigheid in de verklaringen blijft tot op heden onopgehelderd. Wat ons journalistieke onderzoek in de zaak van Natalie niet eenvoudig maakte, is dat de kwestie zich gedeeltelijk afspeelt in justitiële kringen. Dat ligt altijd extra gevoelig. Er komt bij dat Natalie is verdwenen van een eilandje dat in feite niet meer is dan een groot dorp. Iedereen kent iedereen hier op Aruba en heeft bindingen en contacten met elkaar. Dat zorgt ervoor dat velen niet openlijk durven of mogen praten over hun ervaringen in het onderzoek. Niettemin heeft een aantal direct betrokkenen in vertrouwelijke en soms zelfs ronduit geheime gesprekken toch openheid van zaken gegeven. En daaruit ontstaat een ontluisterend beeld van het gevoerde onderzoek en de redenen waarom deze mysterieuze verdwijning nog altijd onopgelost is. Ik sta hier op het strand voor het Marriott Hotel. Dit is de plek waar Joran die nacht naar zijn zeggen met Natalie heeft gelopen. Hij heeft hier zijn schoenen met sokken aan de waterlijn gezet en is vervolgens met haar doorgelopen een paar honderd meter verderop naar de Fisherman's Huts.
Vervolgens is hij daar weer weggegaan, volgens zijn verhaal. En hij heeft toen zijn schoenen hierachter gelaten. Toen ik dat verhaal in Nederland in het dossier las, toen had ik eerst zoiets van, nou ja, dat zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat je dat op het strand hier uit het oog bent verloren en dat in het donker niet meer gaat zoeken. Maar tussen wat op papier staat en wat in de praktijk gebeurt, zit natuurlijk toch wel vaak verschil. Daarom is het altijd goed dat je zelf ter plekke gaat kijken. En nu ik hier zo sta, en ik zie dat dit eigenlijk maar een heel smal strandje is, kom ik eigenlijk tot een andere conclusie en zeg ik, ik vind het heel onwaarschijnlijk dat hij die schoenen hier heeft laten staan en ze niet heeft opgehaald toen hij hier vertrok. Want die fisherman huts, die zijn hier heel dichtbij. Dat is maar een paar honderd meter. En in principe kan je deze schoenen dus binnen een minuut ophalen en ga je niet op je blote voeten weg. De vraag is dus, is hij die schoenen werkelijk vergeten? Heeft hij die hier laten staan? Of is er met die schoenen iets anders aan de hand? Uit onze naspeuringen en vertrouwelijke gesprekken blijkt dat men bij de recherche er rekening mee houdt dat Joran zijn witte keesvisschoenen helemaal niet is verloren. Is de auto op slot? In de media is wel gespeculeerd dat de schoenen mogelijk bloedsporen van Natalie bevatten en dat ze daarom zijn verdwenen. Maar de politie vermoedt een ander scenario. De politie in Oranjestad gelooft dat Joran zijn schoenen expres heeft kwijtgemaakt, omdat hij bang zou zijn dat als het stoffelijk overschot van Natalie onverhoopt zou worden gevonden, daar dan zijn schoensporen bij zouden worden aangetroffen. En als er geen schoenen zijn, kunnen er ook geen sporen worden gematcht. Deze visie wordt versterkt door het feit dat Joran tijdens een verhoor heeft gelogen over zijn schoenmaat. Hij verklaart dat hij maat 14 heeft. Een grote voet dus, die bij zijn lange postuur past. Maar als men hem uiteindelijk zijn schoenen laat uittrekken, blijkt Joran maat 10 te hebben. Een fors verschil, waarin je niet kunt vergissen. Algemeen wordt aangenomen dat er hier op het strand bij de Fisherman's Hut iets is gebeurd. Dat dit de plaats des onheils is. Het is een visie die justitie bijvoorbeeld ook liet doorklinken in de speciale uitzending van Opsporing Verzocht. Maar in werkelijkheid gelooft de recherche hier op Aruba daar niets van. Men gaat ervan uit dat Natalie helemaal niet op het strand iets is overkomen. Integendeel. Men is er steeds meer van overtuigd geraakt dat Natalie, Joran, Deepak en Satish die nacht hier helemaal niet op het strand zijn geweest. En dat hun verhaal daarover een afleidingsmanoeuvre is om de ware toedracht te verhullen. De recherche is langzamerhand meer gefocust op de omgeving van de woning van Joran. Joran geeft tijdens een verhoor toe dat ze die nacht met Natalie in de auto van Deepak even naar zijn woning zijn gereden. Ze zouden daar, zo erkent hij in een verhoor, om 1:40 zijn aangekomen. Hij voegde dan aan toe dat ze hier niet zijn uitgestapt, maar direct zijn doorgereden naar het strand. Maar niemand heeft de jongens en het meisje daar gesignaleerd en de recherche wantrouwt daarom dit verhaal. Er waren die nacht enkele mannen in een bootje op ongeveer 12 meter uit de kust aan het vissen. Zij hadden een zeer goed zicht op het stukje strand waarover Joran het heeft, maar ze hebben die nacht geen koppeltje gezien, blijkt uit hun verklaringen. Maar waar zou het dan gebeurd kunnen zijn? Dit is Jorans appartementje in de tuin bij zijn ouders. Dit zijn foto's van de binnenkant van dat appartementje. De recherche ontdekt dat de nog maar 17-jarige Joran op seksueel gebied een nogal vrijgevochten leven leidt. Zo liet hij soms vrienden meekijken als hij seks had, blijkt uit verklaringen in het dossier. Bovendien is de Arubaanse politie gebleken dat Jorans ouders meestal bekend waren met de rendezvous van hun zoon in dit appartementje. Joran had zeer veel vriendinnen. Zo blijkt wel uit deze foto's.
Ook is van Joran bekend dat hij in het verleden onder behandeling is geweest van een psycholoog, wegens gewelddadig gedrag tegen zijn jongere broertje en het stelen van geld van zijn ouders. En dat hij geweld soms niet schuwt, blijkt uit deze verklaring van een vriend van hem. Hij was met Joran carnaval aan het vieren in Oranjestad toen ze lastig werden gevallen door een zwerver. Satish, die er ook bij was, werd toen door de zwerver aan zijn hemd getrokken, waarop Joran de man vastgreep en hem over een brug bij het Wilhelminapark in het water gooide. Deze aanwijzingen en de erkenning van Joran dat ze de nacht van Natalie's verdwijning bij zijn huis zijn geweest, doet bij de recherche het vermoeden rijzen dat ook het strandverhaal verzonnen is en dat er eerder iets in of rond de woning gebeurd moet zijn. Natalie en Joran waren tot elkaar aangetrokken en er was niet of nauwelijks beletsel om naar zijn appartement te gaan. Bovendien had Natalie tijdens haar vakantie zeer veel alcohol gedronken en zijn er twee getuigen die verklaren dat ze ook drugs bij zich had. De dag voor haar verdwijning was zij zelfs zo dronken dat zij naar haar kamer moest worden geëscorteerd, aldus deze verklaring van haar kamergenootje. De dag van haar verdwijning was ze al om 10 uur in de morgen begonnen met drinken en had ze dat de hele dag volgehouden. De recherche op Aruba sluit niet uit dat Natalie, die maar klein van stuk was, door de grote hoeveelheid alcohol en drugs tijdens haar samen zijn met Joran letterlijk is bezweken. In dat geval geen moord dus, maar een noodlottig incident. Eén scenario is dan ook dat Joran niet wist wat hij met het lichaam aan moest en dat hij zijn vader of een ander om hulp heeft gevraagd om het lijk te verbergen. Peter gaat polshoogte nemen bij Jorans ouderlijk huis. Maar er lijkt niemand aanwezig te zijn. We zullen het later nogmaals proberen. Omdat Deepak en Satish de twee belangrijkste andere getuigen zijn, gaan we ook bij hen langs. Ze wonen in het binnenland van Aruba, op een kwartiertje rijden van Oranjestad. De zilvergrijze Honda van Deepak staat voor de deur. Omdat Deepak en Satish de twee belangrijkste andere getuigen zijn, gaan we ook bij hen langs. Ze wonen in het binnenland van Aruba op een kwartiertje rijden van Oranjestad. De zilvergrijze Honda van Deepak staat voor de deur. De twee broers zijn door alle, met name Amerikaanse pers, die het eiland maandenlang heeft overspoeld, behoorlijk mediaschuw geworden. Maar na een poosje komt Deepak toch even aan de deur. Ik ben Deepak. Hoi. Hallo. Hallo. Ik ben Peter de Vries. Ik weet niet of je mij kent. Nee. Ik ben journalist uit Nederland. Oké. En wij zijn bezig met de zaak van Natalie. Ja. En ik zou jou een paar dingen willen vragen om eens met je te kunnen praten. Nee? Wij zijn van de Nederlandse pers. En in Nederland is er nog nooit echt heel serieus aandacht aan besteed. Wij willen daar nu een poging toe doen. En ik zou graag eens gewoon met je willen praten. Zonder dat je nou bang voor mij hoeft te zijn. Maar... Nee, ik kan gewoon niet. Sorry. Als u informatie wilt, kunt u bij mijn advocaat gaan. Wie is dat? We volgen Deepak's advies op. En de volgende dag brengen we een bezoekje aan zijn advocaat die kantoor houdt in Oranjestad. Over de verklaring van Joran dat zijn cliënt Deepak hem die nacht heeft opgehaald, zegt meester Zeppenveld: Joran zegt eerst het was Deepak. Als hij dan geconfronteerd wordt met Deepak's ontkenning, zegt hij: oh nee, het was Satish. Maar die ontkent ook. Daarna heeft Joran niets meer verklaard. Dat is natuurlijk erg verdacht. Over Jorans bewering dat hij zijn nooit meer teruggevonden schoen heeft achtergelaten op het strand, zegt de advocaat: dat geloof ik niet. Als je ze daar achterlaat, worden ze wel gevonden. Maar ik denk niet dat je je schoenen op die plek achterlaat.
Ten slotte stelde de advocaat over Joran: ik heb hem meegemaakt in de rechtszaal. Hij is een goede acteur. Hij kan zijn verhaal plotseling veranderen, krijgt soms zomaar huilbuien en is dan weer zeer overtuigend in zijn verklaringen. Veel mensen zullen zeggen, Joran was een knul van nog maar 17 jaar. En als hij daadwerkelijk verantwoordelijk was geweest voor de verdwijning van Natalie, was hij tijdens de wekenlange, pittige verhoren ongetwijfeld bezweken. Uit het feit dat dat niet gebeurd is, mag misschien worden afgeleid dat hij ondanks al zijn leugens misschien toch onschuldig is. Maar daar denkt de recherche hier op Aruba heel anders over. Zij zien in Joran een pathologische leugenaar. Uit de verhoren van vrienden, kennissen, oude schoolgenoten is bij hen het beeld ontstaan van een jongen die al heel lang het niet zo nauw met de waarheid neemt en prima in staat is om zijn verzinsels lang vol te houden. En daarbij komt ook nog, zo zeggen zij, dat hij tijdens de verhoren soms een helpende hand heeft aangereikt gekregen. Die helpende hand kreeg Joran volgens betrokken politiemensen van zijn eigen vader, Paul van der Slot. Het rechercheteam kwam er tot zijn ongenoegen achter dat Jorans vader, rechter in opleiding, op het gerecht kennis kon nemen van onderzoeksresultaten uit het dossier en die, of zelf, of via Jorans advocaat, waarschijnlijk doorspeelde aan Joran. Jorans vader en deze advocaat, meester Antonio Carlo, zijn bevriend en later zal Jorans vader zelfs bij hem op kantoor komen werken. Dat doorspelen van informatie kon niet of nauwelijks worden voorkomen omdat Joran nog minderjarig was en dagelijks bezoek mocht ontvangen. De recherche kreeg dus te maken met een verdachte die al het nodige wist en die gewiekst genoeg was om dat handig uit te spelen. Joran was zelfs zo bij de hand tijdens de verhoren dat hij op lastig bedoelde vragen zei: dat weet ik al, dat heb ik al gehoord. Op deze manier ging Joran zich steeds sterker voelen in plaats van dat het hem steeds moeilijker werd gemaakt. De politie ervoer het als een extra handicap dat de rechtercommissaris op een gegeven moment besloot dat de advocaat van Joran bij de verhoren aanwezig mocht zijn. Dit op basis van de Arubaanse wet. Maar toch is Joran in de ogen van de recherche wel degelijk een keer uit zijn rol gevallen. Dat gebeurde tijdens een bijzonder verhoor. Het was het verhoor van 18 juni 2005. Op die dag viel Joran dus uit zijn rol, zo meent de recherche, als men achteraf de bandopname van de verhoren nog eens analyseert. Steeds was Joran sterk geweest, maar nu is Joran moe. En als regisseur Dennis Jacobs hem een duivel noemt, slaan de stoppen door. Joran wordt kwaad, verheft zich en valt uit in de volgende bewoordingen. Jullie weten niks. Ik weet wat jullie denken. Jullie denken dat ik seks met Natalie heb gehad, dat ik mijn vader heb gebeld, dat mijn vader is gekomen en dat we het lichaam hebben weggewerkt. Maar de mogelijke rol van Jorans vader bij de verdwijning is in dit stadium van het onderzoek nog nauwelijks ter sprake geweest. Als de regisseur vervolgens vraagt waar Natalie dan is, antwoordt Joran: ik weet niet waar ze ligt begraven. Voor de politie was het de vraag of Joran nu zomaar iets opperde of dat hij meer wist van wat er met Natalie was gebeurd. Immers, op dit moment speelt alleen nog maar het strandverhaal van de jongens. Hierna herwint Joran zichzelf weer. Tijdens dit verhoor wordt echter niet adequaat ingespeeld op deze wending. Een van de oorzaken die men daar later aan toeschrijft is dat de verhoren bij uitzondering in het Nederlands moesten worden afgenomen en niet in de eigen taal, papiamento. Dat kwam omdat er afgevaardigden uit Nederland meeluisterden in de schaduwkamer. En die konden anders niets verstaan.
Terwijl justitie in de pers de indruk wekte dat er met man en macht eendrachtig aan de zaak werd gewerkt, leren onze naspeuringen dat er in werkelijkheid hier achter de muren van het parket in Oranjestad een heuse machtsstrijd werd gevoerd die het onderzoek heeft beïnvloed en gefrustreerd. Het was een machtsstrijd op hoog niveau, bijna een soap. Compleet met ruzies, belangenverstrengelingen en intriges. De Arubaanse recherche moest vaststellen dat het onderzoek naar de verdwijning van Natalie Holloway danig werd verstoord door ruzies tussen de hoogste justitieautoriteit op het eiland, procureur-generaal meester Cruz Fernandez en hoofdofficier meester Karen Janssen. Deze Fernandez was van mening dat Janssen veel te lang had gewacht met de arrestatie van Joran van der Sloot. Daarom kon de verdachte zijn verhaal goed voorbereiden en aanpassen. De ruzies liepen zo hoog op dat de twee dames niet meer samen in één vergadering wilden zitten en elkaar niet meer inhoudelijk over de zaak informeerden. PG Fernandez woonde daarom tot verbazing van de recherche persoonlijk de politiebriefings over de zaak bij, omdat zij naar haar mening niet of nauwelijks door hoofdofficier Janssen op de hoogte werd gesteld. De recherche ervoer dit als een motie van wantrouwen. De sfeer op het OM in Oranjestad was op een gegeven moment zo verziekt dat het er naar uitzag dat één van de twee moest wijken. En er werd zelfs over ontslag of vertrek van hoofdofficier Janssen gesproken door Fernandez. Ingrijpen op ministerieel niveau heeft dat voorkomen. Uit onze naspeuringen op het eiland blijkt dat er bij de plaatselijke recherche grote frustraties zijn over de manier waarop er huiszoeking is verricht bij hoofdverdachte Joran van der Sloot. Toen de recherche op 23 juni 2005 onaangekondigd met een huiszoekingsbevel op de stoep stond, werd er tot hun stomme verbazing niet opengedaan door Joran of zijn vader, maar door meester Ben King, de rechterhand van procureur-generaal meester Cruz Fernandez. Deze topambtenaar van justitie blijkt een goede vriend van de familie te zijn. Hij verbleef in de woning van Van der Sloot en de recherche gaat er dan ook vanuit dat de huiszoeking voor hen geen verrassing meer was. King legde de recherche uit dat hij de familie ook in deze moeilijke tijden wilde bijstaan. Het voorval wekte bij de recherche de indruk dat er sprake was van vergaande belangenverstrengeling tussen rechter en opleiding van der Sloot en het parket van justitie. Maar dat was niet het enige, want na de onverwachte ontmoeting met justitiemedewerker King zorgde rechtercommissaris meester Bob Witt, die het onderzoek toen leidde, voor een nog grotere tegenvaller. De politie stond voor de woning klaar met medewerkers van het gerechtelijk laboratorium. Het huiszoekingsbevel betrof het adres Montagna 19 met alle aangehorigheden. Maar ter plekke werd door meester Witt besloten dat alleen dit kleine appartementje van Joran in de tuin mocht worden onderzocht en dus niet het hele perceel en de rest van het woonhuis, wat de politie graag wilde. De recherche op Aruba noemt de actie van de rechtercommissaris onbegrijpelijk en ervoer deze tegenvaller als een misser van de eerste orde. Joran had immers verklaard dat hij die bewuste nacht bij de woning was geweest en hij bleek op cruciale punten te hebben gelogen. Reden genoeg voor een uitgebreide huiszoeking, maar de gereedstaande recherche kreeg opeens bijna letterlijk geen meter ruimte. Het onderzoek naar de verdwijning van Natalie Holloway kent een bijna bizarre opsomming van missers en blunders. Ruzies tussen de hoofdofficier en de procureur-generaal.
Een hoge justitieambtenaar die als goede vriend van de verdachte familie van der Sloot voor het huiszoekingsteam uitreist en bij de familie in huis verblijft. Een huiszoeking die tot een minimum wordt beperkt. En verhoren van de hoofdverdachten die volgens de recherche worden gefrustreerd omdat zijn vader, als rechter in opleiding, toegang tot de feiten heeft. We gaan nog een keer langs bij Jorans ouders. We zijn steeds benieuwder naar hun kant van het verhaal. Maar Jorans vader is niet erg happig op een gesprek. Hij wil niet naar het hek komen en dus belt Peter hem. Dat wij ons juist geïnteresseerd zijn in de feiten en niet zozeer in de mooie verhalen. Jorans vader zegt dat we maar een mail moeten sturen met een aantal vragen erin. Sloot, hebben jullie een pen of niet? Oh, ja. CD Sloot aan elkaar. Ja. Peter mailt hem en daarna bellen we hem nog een keer. Maar Paul van der Sloot wil ook nu ons niet ontmoeten of een inhoudelijk gesprek voeren. Het verbaast mij toch een beetje dat u daar zo terughoudend in bent. Terwijl, ja, als de zaak wordt opgelost, is iedereen daarmee gediend, lijkt mij. Ja, maar omdat ik niet ervan overtuigd ben dat het praten met u tot dichter tot een oplossing zou brengen. Dat is het. We hebben een hoop te vertellen. We hebben heel veel te vertellen, maar wij vinden het nog steeds een beetje te vroeg. Dat moet op een moment gebeuren dat voor niemand onnodig schadelijk is. En wanneer komt dat dan? Nou, wanneer de zaak zou zijn. Het zou natuurlijk heel duidelijk zijn als op een gegeven moment duidelijk wordt wat er met het meisje is gebeurd. Dat zou een heel goed moment zijn om. Ja, maar dat kan nog wel jaren duren. Om te evalueren. Er zijn wel soortgelijke zaken bekend die nooit zijn opgelost. Of pas na 7 of na 10 jaar. Dat is toch bijna niet reëel om daarop te wachten. Ja. Terwijl iedereen inmiddels aanneemt dat Natalie dood is en dat slachtoffer moet zijn geworden van een misdrijf, twijfelt Paul van der Sloot er nog steeds aan. Kijk, u hebt het ook nog steeds over een moordzaak. Terwijl u in de brief ook zegt, hebt u het over een open blik. Nou ja, maar daar wil ik daar nou juist met u graag over spreken. Als u zegt van nou, ik denk niet dat zij vermoord is, dan wil ik dat graag horen. Maar hij wil verder op geen enkele vraag inhoudelijk ingaan. Bij regisseurs op Aruba is grote onvrede geweest over de uitzending van Opsporing Verzocht, die afgelopen voorjaar werd uitgezonden. Op last van hoofdofficier Karen Jansen mochten geen vragen worden gesteld over de twee cruciale punten in de verklaringen van Joran van der Sloot. De wijze waarop hij die nacht thuis was gekomen en de spoorloos verdwenen schoenen. Het zijn vragen die normaal gesproken bovenaan de lijst zouden staan. In plaats daarvan moest in Opsporing Verzocht de indruk worden gewekt dat het onderzoek zich niet op Joran en zijn vrienden focuste, maar dat het een breed onderzoek betrof. Zowel de Fisherman Hut als Lovers Lane staan bekend als zijn de romantische plekken hier op het eiland. Bij de recherchetop ontstond de indruk dat de hoofdofficier Jansen de rol van Joran en zijn vrienden zo klein mogelijk wilde houden. De manier waarop de uitzending is ingevuld en waarop ook geen zinvolle tips zijn binnengekomen wordt door betrokken Arubaanse politiemensen als een gemiste kans beschouwd. Bij de recherche op Aruba heerst anderhalf jaar na dato de overtuiging dat Joran wel degelijk verantwoordelijk is geweest voor de verdwijning van Natalie.
tal van feiten en omstandigheden, en niet te vergeten de leugens die Joran vertelde, wijzen in die richting. Een wel heel bijzondere bevestiging van dit vermoeden kwam van iemand van wie je dat nooit zou verwachten. Het was een geheime tip aan de hoofdofficier van justitie zelf. Van iemand die heel dicht bij Joran en zijn vader staat. Een tip die nooit naar buiten had mogen komen. Het gaat om informatie, een tip. Afkomstig van meester Antonio Carlo. Niemand minder dan de advocaat van Joran zelf. Meester Carlo is bovendien, net als andere betrokkenen in deze zaak, vriend van de familie. Op dit moment is Jorans vader zelfs zijn confrère. Paul van der Sloot is advocaat geworden op dit kantoor. Deze meester Carlo, die dus als geen ander zeer dicht bij de hoofdverdachte staat, heeft kort na de arrestatie van Joran aangedrongen op een vertrouwelijk gesprek met hoofdofficier Karen Jansen. Meester Jansen reageerde verbaasd en liet de advocaat weten dat dit tijdens een onderzoek hoogst ongebruikelijk is. Maar na herhaald aandringen stemde ze uiteindelijk toch in. Na kantoortijd heeft de advocaat toen met haar een afspraak gemaakt. Meester Carlo heeft bij die gelegenheid gezegd dat hem iets dwars zat en dat hij zijn geweten wilde ontlasten. Vervolgens heeft hij haar toevertrouwd dat hij wist dat Joran een voorname rol had gespeeld bij de verdwijning van Natalie Holloway. En dat hij vond dat justitie dit moest weten. Maar dat het verder aan hen was om het bewijs daarvoor rond te krijgen. Een uiterst belastende verklaring uit onverdachte bron. Later, toen het onderzoek toch dreigde vast te lopen, heeft hoofdofficier meester Karen Jansen aan meester Carlo nog een brief geschreven, met erin het verzoek om meer informatie. Advocaat meester Carlo, die zich realiseerde dat de vertrouwelijke informatie niet langer vertrouwelijk was, nu het Openbaar Ministerie daar zwart op wit op terugkwam, reageerde geschrokken. Hij schreef een brief terug waarin hij alles ontkende. Voor we met hem over het gevoelige punt van de tip beginnen, vragen we eerst waarom Joran, ondanks alle tegenbewijzen, volhoudt dat hij die bewuste nacht is opgehaald door Deepak. Toch, het is een raar element in de zaak. Ja, ik begrijp de vraag. Maar ik kan verder niet iets zinnigs daarover zeggen. Maar houdt uw cliënt voet bij stuk dat Deepak of Satish is geweest? Ja, zoals ik zei, dat is de stand van het onderzoek tot waar wij betrokken waren geweest. Dus op dat punt is er een tegenstelling tussen de verklaring van dat. Ja. En uw cliënt zegt dat is de waarheid en Deepak en Satish die liegen. Als ze dat ontkennen. Ik weet niet. Ik wil niet de woorden. Niet zeggen dat Satish liegt, maar ik kan alleen maar zeggen dat mijn cliënt voet bij stuk houdt. Dat zijn begrijpen juist is. Ja. Maar dat komt aan de andere kant weer niet helemaal logisch overeen met de sms-berichten en de chatgesprekken die ook diezelfde nacht zijn gevoerd. Kijk, het is een tijdje geleden dat ik in dit dossier ging. Dus ik heb de feiten niet helemaal bij de hand. Dus, er is een sms-bericht gestuurd door uw cliënt. Die zegt van bedankt voor het wachten. En ja, dat hoef je natuurlijk niet te doen als je net bent afgezet door hem thuis. Ja, op dit moment kan ik daar ook geen reactie geven. Weer teruggaan in het dossier. Ik ben al een tijdje bezig met andere zaken. Dus op dat soort details kan ik geen antwoord geven zonder eerst het dossier te raadplegen.
Meester Carlo weet opvallend weinig details en feiten uit het dossier, zo lijkt het. En dat is opmerkelijk, want de zaak is pas 1,5 jaar oud en zijn cliënt is nog steeds verdachte. Bovendien doet deze advocaat normaal gesproken geen strafzaken en is de affaire Natalie Holloway natuurlijk voor een raadsman een zaak om nooit te vergeten. Peter brengt nu het onderwerp op de geheime tip. We hebben een verhaal gehoord dat u een keer een ontmoeting heeft gehad met de hoofdofficier van justitie over deze zaak. Ja. En daar zou u gezegd hebben dat u dingen dwars zitten en dat u dat vertrouwelijk kenbaar wilde maken. Nou. En vraagt u mij of dat. Ja, is dat zo? Nee, uiteraard niet. Nee. U heeft nooit aangedrongen op een afspraak bij haar op kantoor om iets in dat opzicht kwijt te willen? Nou, nee, niet om iets kwijt te willen, maar om het anders te bespreken. Maar niet wat u daar suggereert. Nee. Nee. Maar u weet ook niet dat dat verhaal een beetje de ronde doet? Nee. Nee? U heeft ook niet later daar nog eens een keer een brief van de hoofdofficier over gekregen? Ja, en ik heb er daarover gereageerd. Maar dan weet u dus toch dat het speelt? Maar ik heb het over geruchten, maar dat was iets intern. Nou ja, goed. Maar dan weet u dus wel goed waar ik het over heb. Ja, dus ik weet het wel. En wat zegt u daar dan op? Die hoofdofficier schrijft u toch niet zomaar een brief? Zo van, nou, laat ik dat eens doen. Dan moet iets voorgevallen zijn, moet iets gebeurd zijn. Ja, maar de hoofdofficier. Laat me zo zeggen. Ik heb daarop gereageerd. Ja. Op whatever de hoofdofficier heeft gezegd, heb ik daarop gereageerd. Ja, en dat was? Nou ja, ik heb geen behoefte om daarop verder in te gaan. Maar het speelt wel. U heeft die behoefte niet, maar wij zijn er wel nieuwsgierig naar. Het is iets wat is gebeurd. En ik loop lang genoeg mee om te weten dat een hoofdofficier van justitie niet zomaar een brief schrijft aan een advocaat waarbij nog eens gerefereerd wordt aan een eerder gesprek. Dan moet er iets geweest zijn. Kunt u mij die brieven laten zien? Nee. Waarom niet? Ja, het is intern en. Oh ja, het is nu extern. Nou, voor mij is het intern. Dit suggereert toch een beetje dat u wat te verbergen heeft. Dat u niet, u kunt niet open en eerlijk zijn hierover. Nee, ik beschouw het iets als iets intern. En voor mij is het afgedaan. Het is niet afgedaan, ik begin er nu over. Nee, prima. Je mag erover beginnen. Maar het houdt mij niet bezig. Nou, u zal ook niet kunnen beweren dat u dit nou fijn vindt, wat hier gebeurt. Dat dit op straat ligt. Nou, maar ik heb een schoon geweten, dus. We laten een duidelijk zich erg ongemakkelijk voelende meester Carlo achter, waar de vader van Joran een deur verder ook kantoor houdt. Onze volgende gang is naar het Openbaar Ministerie in Oranjestad. We willen graag spreken met hoofdofficier Karen Jansen. Maar ze stuurt haar persvoorlichtster. Ik heb begrepen dat u een vraag bij mevrouw Jansen. Ja. Ja, ze heeft aangegeven momenteel niet beschikbaar te zijn. Maar we hebben begrepen dat u bezig was met de Hollowayzaak. Ja. Ik heb hier mijn e-mailadres, dus alle vragen kunt u daar naartoe. Niet beschikbaar dus. Terwijl men nog niet eens weet wat we willen vragen. En dus schrijven we de hoofdofficier van justitie, meester Karen Jansen, en haar superieur procureur-generaal
mevrouw meester Cruz Fernandez, deze uitvoerige brief van 6 kantjes met een aantal kritische vragen over onze bevindingen. In een antwoordbrief legt hoofdofficier Jansen uit dat zij ons niet te woord wilde staan, omdat het OM in de zaak van Nathalie alleen schriftelijke persverklaringen uitgeeft. Over de huiszoeking op het woonadres van de familie van der Sloot bevestigt de hoofdofficier dat die door rechtercommissaris meester Bob Wit is beperkt tot uitsluitend het appartementje van Joran. Dit terwijl haar vordering was gericht op doorzoeking van het gehele perceel met alle aangehorigheden. Heel opmerkelijk is dat in het antwoord van de hoofdofficier met geen woord wordt gerept over de gevoelige kwestie met meester Ben King, de medewerker van de procureur-generaal die bij de huiszoeking, tot verbijstering van de recherche, de deur van de woning opendeed. Peter heeft in zijn brief hier maar liefst 5 vragen over gesteld, maar de hoofdofficier geeft op geen enkele daarvan antwoord. Over de kwestie met het programma Opsporing Verzocht schrijft Jansen dat over de inhoud veel is gewikt en gewogen, maar dat ze het een uitstekende uitzending vond. Ze geeft toe dat onder haar gezag de uitzendingen zo breed mogelijk karakter moest hebben, maar meent dat alle relevante vragen zijn gesteld. Op de verdwenen schoenen en de elkaar tegensprekende verklaringen van Joran en Deepak, waar een opsporing verzocht helemaal niets is gezegd, gaat ze niet in. Over het persoonlijke gesprek met de advocaat van Joran, meester Carlo, schrijft hoofdofficier Jansen dat dit inderdaad heeft plaatsgevonden en dat er daarna ook nog schriftelijk is gecommuniceerd. Over de inhoud daarvan wil zij verder geen uitlatingen doen, mede omdat de advocaat nu tegenspreekt dat hij Joran toen heeft beschuldigd. Over de gespannen werkverhouding met de procureur-generaal wil de hoofdofficier niet zeggen en verwijst zij naar een brief die de procureur-generaal zelf aan ons zal schrijven. Wel benadrukt zij nog dat de samenwerking tussen haar en het rechercheteam vanaf het prille begin uitstekend is geweest. Tot ziens, was getekend hoofdofficier meester K.P.J. Jansen. Er volgt inderdaad een brief van de procureur-generaal meester Cruz Fernandez, maar die bevat geen regelnieuws. Ook zij antwoordt niet op de 5 vragen over haar medewerker Ben King, die bij de huiszoeking de deur opendeed, en zegt slechts: ten aanzien van interne aangelegenheden van het Openbaar Ministerie, waartoe ook aangelegenheden waarbij medewerkers betrokken zijn, worden geen mededelingen gedaan aan derden. Zij sluit haar brief af met: ik hoop dat u een prettig verblijf heeft gehad in Aruba. We zijn weer onderweg naar Nederland. Daar woont iemand die ik in deze affaire nog niet heb gesproken. Het is hoofdrolspeler Joran van der Sloot zelf. Ik wil hem graag over enkele van onze bevindingen aan de tand voelen. Eén daarvan is deze bijzondere foto die dit najaar in ons bezit kwam. Op de foto staat Joran samen met Nathalie. Dat is heel opmerkelijk. Maar nog gekker is dat deze foto is genomen bij Nathalie thuis, in Amerika. Joran van der Sloot is vorig jaar zomer, nadat hij werd vrijgelaten, direct naar Nederland teruggekeerd. Hij woont in de omgeving van Arnhem, waar hij een studie is begonnen. Een van de eerste dingen die Joran na terugkeer in Nederland deed is opmerkelijk. Hij bracht in oktober 2005 zijn pc naar een computerzaak met de uitdrukkelijke opdracht om alles van zijn harde schijf professioneel te wissen. Geen alledaags verzoek. Hij gaf te kennen dat de pc moest worden gerestoord naar de fabrieksinstellingen en wenste niet van de gewiste bestanden een backup te ontvangen. En zo gebeurde het ook. En er kwam ook nog een tweede, zeer opvallende tip binnen op de redactie, en die heeft alles te maken met deze bijzondere foto's.
Joran en Natalie samen bij Natalie thuis in Alabama. Als één ding zeker is, Joran is daar nooit geweest. Ze moeten dus nep zijn. Het blijkt dan ook dat ze zijn gefotoshopt. Dit zijn de originelen. Iemand heeft dus een compositiefoto gemaakt waaruit moet blijken dat Joran en Natalie elkaar kenden. Maar het wordt nog wonderlijker. De foto's zijn gemanipuleerd met medeweten en misschien wel een opdracht van Joran van der Sloot zelf. Zo komt uit dit opdrachtmailtje naar voren. De mail is geschreven door een Hackers Rule en bevat de opdracht om tegen betaling van €200 de foto's te faken. Hackers Rule is het mailadres van een vriend van Joran, Kees D. En de mail is gecc'd aan joran.sloot@gmail.com. Waarom een foto zodanig manipuleren dat het lijkt alsof je al eerder bevriend was met het slachtoffer uit de verdwijningszaak waarin je zelf hoofdverdachte bent? We bellen bij zijn studentenhuis aan. Hallo, ik kom voor Joran. Die heeft geen behoefte om met jullie te praten. Nou, mag ik dat even van hemzelf horen? Ja. Joran, heb jij zin om met hem te praten of helemaal niet? Ik hoef me voor niks te verschijnen, maar als jullie nu niet weggaan, dan bel ik de politie. Nee, je mag mij de politie bellen, maar ik wou je gewoon even spreken. Dat is goed. Ja, nu even de politie. Doe nou even niet zo kinderachtig, man. Kom even gewoon als een kerel naar beneden en sta me even een paar minuten te woord. Waar staat dit nou op? Ja, het zijn keuzes. Het zijn keuzes, ja. Ik bedoel, wij kunnen er ook maar niet tegen doen, toch? Ik bedoel, als u iets heeft te melden, zet het dan gewoon op een brief in. Dan kan nou, ik wil hem gewoon eventjes spreken, een paar tellen. Waarom kan dat niet, Joran? Waarom doe je zo? Ja, hoor. Ja, sorry voor de druk. Dus stuur maar los. Waar staat dit nou op? Waarvoor moet je nou de politie erbij hebben? Want u bent hier niet welkom. Nee, maar ik wil je gewoon wat vragen. Maar ik hoef niet met u te spreken. Nee, je hoeft niks, maar ik wil je wat vragen. Wat zegt deze foto jou? Ik hoef niet met u te spreken. Die heb jij laten maken. Het is helemaal niet zo. Ik hoef niet met u te spreken. De politie komt eraan. Ja. Doe de microfoon even op. Sinds wanneer ben je zo happig op de politie? Ja, ik dacht dat je daar nogal... Ja, als je weet of kunt verwachten dat je een paar lastige vragen krijgt, kun je maar beter niet tevoorschijn komen. In die zin heeft Joran van zijn eerdere ontmaskerde leugens waarschijnlijk wel geleerd. Wie ook niet happig is op commentaar is de vader van Joran, meester Paul van der Sloot. Ook hem hebben wij, na zijn weigering om met ons te praten, een uitvoerige fax met vragen gestuurd. Onder meer over zijn contacten met rechtercommissaris meester Bob Witt, de man die maar een beperkte huiszoeking op het adres van Van der Sloot toestond. Maar ook over zijn relatie met meester Ben King, de naaste medewerker van de procureur-generaal die bij de huiszoeking de deur opendeed, hadden we de nodige vragen. Daar waar de hoofdofficier en de procureur-generaal antwoorden op deze vragen al omzeilden, heeft Paul van der Sloot afgelopen week helemaal niets laten horen. Op geen enkele vraag. Wel kregen we een mailtje van moeder van der Sloot, waarin zij zich beklaagde over het feit dat we onaangekondigd bij zowel hen als Joran aan de deur zijn geweest. De politie in Arnhem is ingeschakeld, de Raad voor de Journalistiek is ingelicht en er is een brief onderweg naar de directie van SBS6, zo schrijft zij. Veel actie, maar ook hier geen enkel antwoord op onze vragen. Maar goed, geen commentaar,
is ook commentaar, zullen we maar zeggen. De rechter zal komende maand beslissen of de verdenking tegen Joran van der Sloot wordt opgeheven of gehandhaafd blijft. Het zal mij benieuwen. Daarmee kom ik aan het slot van deze extra lange reportage vanaf Aruba. Volgende week zijn we er weer, maar dan om 8:30 in plaats van 9:00. Daarmee heeft u natuurlijk een perfect alibi om direct na het voetballen over te schakelen naar SBS 6. Tot volgende week.